Oké, hier voor ons de GPS Mark 65S. Oud maar vertrouwd, zullen misschien veel mensen denken. Het is natuurlijk volledig gelijk qua behuizing en looks aan de MAP 62 en 64 serie. Ook de menustructuur en alles is heel vergelijkbaar. Belangrijkste vernieuwing is natuurlijk de multiband ontvanger die erin zit. En ja, dat zie je terug in het satellietontvangstscherm. Ook hier binnenshuis hebben we gewoon prima ontvangst. Nauwkeurigheid van 1,8 meter. Zowel de L1 als de L5 band ontvangen we op het GPS-signaal. Galileo heb je ook de twee kanalen die kan ontvangen, of de twee banden. Ook de GLONASS-satellieten. Dus alles kan gecombineerd worden om tot die nauwkeurigheid te komen. En eigenlijk die 1,8 meter is iets wat ik eigenlijk, wat ik ook doe, zie. In de bossen, tussen gebouwen, in het dorp, in de steden. Blijft hij gewoon zo nauwkeurig zijn positie bepalen. Dat is natuurlijk ja, leuk voor een GPS-ontvanger dat hij zo nauwkeurig is. Het toestel is dus voorzien van de Garmin Topo Active kaart. Op zich een mooie complete kaart, gebaseerd op de OpenStreetMap data. Garmin heeft die kaart gelijk van heel Europa beschikbaar in het toestel. Omdat ze ja, voor zo'n groot gebied beschikbaar hebben, hebben ze zelf wat dingen achterwege gelaten. Er staan bijvoorbeeld geen hoogtelijnen op, er staan geen gebouwen staan erop. En ook het zoeken op adres, dat lukt eigenlijk niet goed. Dat is op te lossen door onze Garmin Topo Active uitbreiding erbij in te stoppen. Daar staat onder andere de adreszoekinformatie op, het fietsroutenetwerk met knooppunten staat erop en ja, de hoogtelijnenkaart staat erop. Garmin heeft het toestel wel voorzien van een reliëfkaart. Als je ver genoeg inzoomt, dan zie je de schaduwen. Maar eigenlijk kan je daar niet heel veel mee. Wanneer je de Garmin Topo Active uitbreidingskaart gebruikt, dan zie je dat we daar de hoogtelijn aan toe hebben gevoegd. Zullen we die kaart nu eens aanzetten? Dan zie je de hoogtelijnen verschijnen. En dat geeft natuurlijk meer informatie. Ook per hoogtelijn zie je bovenin hoe hoog je zit. Zie dat ze per 20 meter verspringen. Dus je kan je iets beter oriënteren en plannen en kijken wat je te wachten staat. Garmin Topo Active uitbreiding staat op een kant-en-klaar geheugenkaartje. Die stop je gewoon in het toestel. En ja, zoals de naam al zegt, hij breidt je de Garmin Topo Active kaart uit met de nodige informatie. Wat op zich ook al mogelijk was in de 64-serie, maar waar het misschien dan minder gebruikt werd, was de mogelijkheid om aan je telefoon te koppelen. Nou, dat gaat met de MAP 65 ook. Dat kan nu ook gebruikt worden in combinatie met de Garmin Explore-omgeving. Daar gaan we hier even wat van laten zien. Ja, hier zien we de Garmin Explore website. Dat gaat ook in combinatie met de app waarvan we straks iets zullen laten zien. Mocht je meerdere apparaten hebben die met Explore kunnen werken, dan kan je verschillende verzamelingen aanmaken. We gaan eerst even naar de kaart. We zien hier op de kaart gegevens die in Explore zijn geladen. Dus ook op je toestel staan. In dit geval een wandeling in de buurt van Moordrecht met wat waypoints. Hier helemaal onderaan zien we de verschillende verzamelingen. In dit geval heb ik hier een MAP 65 verzameling aangemaakt. Ik heb ook nog een Fenix 6 om. Nou, door die verzamelingen te scheiden voorkom je dat gegevens die je allemaal uploadt naar Garmin Explorer in verschillende apparaten tegelijk terechtkomen. Hier kan je dat dus ja, filteren. Je bent dus online. Maakt niet uit achter welke computer je zit. Als je gewoon naar explore.garmin.com gaat, log je in en heb je die gegevens bij de hand. En hier kun je ook een GPX-bestand in uploaden om later te synchroniseren op je toestel. Als we eens naar de website van Root U gaan en we gaan bijvoorbeeld een wandeling zoeken in de buurt van onze hoofdvestiging. Dan gaan we eens even kijken wat daar allemaal te vinden is. Ik zie hier een rondje sportief langs het water. Nou, we die eens eventjes gaan bekijken. Dat is het leuke aan Root U dat er gelijk vaak heel veel informatie terug te vinden is over nuttige punten. Waar je die je tijdens de route kunt bekijken. Op het moment dat je deze route gaat downloaden, dan kies je voor de GPX-download. En hieronder in beeld komt het gedownloade bestand te staan. En eigenlijk is het dan heel simpel. Je gaat naar Explore. Dan zit hier een optie importeer. Nou, ik wil een GPX-bestand importeren. Zoals je ziet kun je nog andere gegevens importeren. Ik wil de track importeren. Die wil ik toevoegen aan de verzameling MAP 65. En die staat sleep een bestand. Nou, doe wat er gevraagd wordt. Kies importeer. En je ziet het rondje hier op de kaart. Als we nog wat verder gaan inzoomen, zie je zelfs dat de Google Maps gegevens krijgt. Of nou, geen Google Maps, het is een andere leverancier van luchtfoto's.
Hier zien we onze hoofdvestiging. Als je goed kijkt, zie je zelfs vanuit de lucht www.gps.nl nog op de parkeerplaats staan. En ja, wat er nu eigenlijk alleen nog moet gebeuren, is dat het apparaat, je toestel, gesynchroniseerd wordt. Wanneer we het GPX-bestand eenmaal hebben geüpload naar de Explore-omgeving, dan vinden we deze ook terug op de app natuurlijk, want uiteindelijk werkt het allemaal in de cloud. Wanneer het toestel eenmaal gesynchroniseerd is, dan zal op een gegeven moment dat spoor ook hier op het apparaat terugstaan. Dat zien we ook op de kaart met de waypoints. En ja, je kunt hem gaan activeren. Geocaches kunnen natuurlijk geladen worden. Helaas ondersteunt het apparaat niet live geocaching. Dus je moet nog altijd wel via de computer de geocaches laden. Dus de GPX-bestanden gewoon naar het apparaat kopiëren. En die kunnen niet via je telefoon in het veld geladen worden. Het geocache-menu krijg je het kompasje te zien, de afstand tot de cache die je hebt gekozen. Je kan de cache bekijken, beschrijving lezen, uiteraard de logpogingen, hoe recent ze zijn, de hint kun je opvragen. Gewoon makkelijk om al die informatie in je apparaat te hebben. En ja, de hogere nauwkeurigheid is voor de geocache natuurlijk het interessantst, want ja, het scheelt nogal of je een cirkel van 5 meter moet doorzoeken of een cirkel van 1,8 meter. Natuurlijk heb je wel te maken met de cache-legger. Hoe nauwkeurig is zijn apparaat geweest op het moment dat hij de cache verstopt? Dus uiteindelijk moet je gewoon je best blijven doen bij het zoeken van de cache. Nou, dit was even in het kort wat dingen van de GPS Map 65S. Zoek je gewoon een betrouwbare handheld die doet wat hij moet doen. Ja, dan is het een prima apparaat. Niet te veel toeters en bellen zoals we zo wel eens horen. Je hebt natuurlijk de Map 66-serie. Een wat geavanceerder, uitgebreider apparaat. Met een hoop extra functionaliteit. Ja, wanneer je dat allemaal niet nodig hebt, je bent het model gewend, je wil gewoon wat nieuws. En dan is de Map 65 een prima ding, die doet gewoon wat hij moet doen.